Jongere mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesRoll. En in deze video gaan we natuurlijk de Q&A doen. En ik had natuurlijk 3 dagen geleden de Q&A aankondiging geüpload. En we kwamen echt zoveel vragen binnen. Echt super bedankt jongens voor al die inzenden natuurlijk. Helaas kan ik natuurlijk niet iedereen zijn vraag in deze video doen. Dus sorry daar alvast voor. Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En ja, helaas kan ik niet iedereen zijn vraag beantwoorden. Dus sorry daarvoor. Ik ga natuurlijk ook... Dit is niet de enige Q&A die ik ga doen. Ik ga natuurlijk meerdere Q&A's uploaden hier en daar. Laten we dus maar naar de eerste vraag gaan. De eerste vraag is van Diamantjewel, a.k.a. Linda. Super thanks Linda voor je vraag. En Linda vraagt... Als je 1 wens mocht vervullen, wat zou dat dan zijn? Een wens. Ik denk... Wat zou ik wensen? Natuurlijk, je hebt zoveel dingen om te wensen. Zo echt extreem dure dingen of zo. Het gaat niet eens om spullen bij mij, denk ik. Ja, natuurlijk, miljarden euro's gewoon om, of geld wat je nooit op kan, wat nooit op kan raken, zou ik super sick vinden. Maar ik denk toch dat ik ga voor dat mijn familie, ik en ikzelf, gewoon gezond door het leven gaan zonder ziektes hier en ongelukken daar, weet je wel. Dat het gewoon helemaal goed en gezond loopt. Ik denk dat dat mijn grootste wens is. En als die vervuld kan gaan worden, zou super sick zijn natuurlijk. Hey Linda, super bedankt voor je vraag. We gaan door naar vraag nummer 2. Vraag nummer 2 is van Minion Fartkun. En Minion Fartkun vraagt liever pannenkoeken of poffertjes. En ja, je kan... Mijn mening is persoonlijk denk ik... Ja, pannenkoeken of poffertjes. Je hebt natuurlijk van die pannenkoeken die je natuurlijk zelf maakt. Heel veel mensen vinden die super lekker, maar ik heb daar echt... Ik kan het niet eten. Ik weet het niet. Het klinkt waarschijnlijk heel raar voor heel veel van jullie. Dat weet ik wel zeker. Maar ik kan meer van die kant-en-klare pannenkoeken. Met gewoon poedersuiker of gewone suiker erop. En dat vind ik veel chiller dan, dan echt zelfgemaakt pannenkoeken. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon niet lekker. En ik weet niet waarom. Het zal wel aan mij liggen. Ik denk dat ik toch voor poffertjes ga. Puur, ja, ik weet niet. Het is bijna hetzelfde. Het is eigenlijk gewoon, ja, pannenkoeken en poffertjes. Nou, de ene pannenkoek zal weer anders smaken dan die pannenkoek. En ook bij poffertjes en zo. Maar ik denk toch dat ik voor poffertjes ga. Ik weet het niet. Ik vind het allebei wel even lekker, denk ik. Ik ga gewoon voor poffertjes. Puur... Omdat het kan. Ik heb anders geen idee. Ik ga voor poffertjes. Zo. Dankjewel Minion Fartkun voor je vraag natuurlijk. We gaan door naar de derde vraag. De volgende vraag is van Dutch Royal Knights. A.k.a. Danny. En Danny vraagt... Het is een hele lange vraag. Waarschijnlijk zal ook het hele onderkant van het beeld in gebruik zijn. Oké, daar gaat hij. Ik moet het ook gewoon even voorlezen nu. Volgens mij heb je het al eens verteld. Maar wat is jouw reden geweest om te beginnen met YouTube? Oftewel, wat was je driveveer om te denken ook... Oké, nu ga ik beginnen met YouTube Q&A. Dus echt, wat mijn motivatie of wat echt is van... Ja, nu ga ik beginnen met YouTube. Ik denk dat mijn motivatie is geweest door Jan om mijn kanaal te starten. Want ik keek Jan toen heel erg veel toen de Black Ops 3, MW3, GTA net uitkwam. Die periode keek ik hem heel veel. Elke dag keek ik hem. Het was echt de shit. Toen zat ik op de basisschool nog. En ja, mijn hele klas praatte er ook op. We hadden gewoon een groepje jongens die gewoon allemaal Jan kennen. We keken het allemaal... En het was echt de shit, Modern Warfare 3 en Black Ops 2. Toen kwam het net uit, dat was echt nice. En ik denk toen mijn gameavontuur eigenlijk begon. Toen Black Ops 2 zeg maar uitkwam. En ja, toen begon ik gewoon video's te maken met mijn telefoon. Gewoon, ik had echt een tv gewoon van ik weet niet hoeveel inch. En daar zit dan mijn telefoon op zo'n kastje met boeken. En een heel apart statief. En toen nam ik gewoon mijn Black Ops 3 video's op. Een Quizco Battletje dat ik een 360 schoot met een muziekje eronder. Dat was echt... Daar herken ik me nog echt wel in. En ik had zo'n andere stem dan nu. Dus echt... Die video zou nog online zijn met dat ik in Jan's stream mee race. Dat was echt shit, ouwe. Dat was echt nice. Dat was... hoe lang is het geleden? Ik heb geen idee hoe lang dat geleden was. Maar die periode was ook echt sick. Het was echt nice. En ik denk dat... Ja, Jan is mijn motivatie geweest om een YouTube kanaal te beginnen. Om een gamend YouTube kanaal te beginnen. Dus Danny, super bedankt voor je vraag. We gaan dus door naar vraag nummer 4. En de volgende vraag is van CrowboyDYT. En hij vraagt, als je een dag een persoon zou mogen zijn, wie zou je dan zijn? Dit is best wel een vraag. En ik heb geen idee. Ik weet het, ja. Het zou waarschijnlijk, het is weer zo obvious om te zeggen van, ja, die... Omdat hij veel geld heeft, natuurlijk. Of ja, dat zou natuurlijk leuk zijn. Dan zou ik het natuurlijk allemaal over gaan storten naar mijn eigen rekening. Hey, dat is slim, hè? Ik zou dan denk ik gewoon voor Bill Gates kiezen. Puur omdat hij pokken veel geld heeft. Maar echt boe, echt fucking veel. En dan zou ik gewoon een paar miljardjes even overschrijven naar mijn eigen rekening. En dan, ja, dan zou dat wel nice zijn. Dus ik ga voor Bill Gates puur omdat hij gewoon mokken veel geld heeft. Dat is eigenlijk mijn enige reden. En ja, bedankt voor je vraag, jongen, crewboy. We gaan door naar de volgende vraag.
De volgende vraag is van Goof Vers. En Goof vraagt, wat wil je worden? Vraagteken. Oké, deze vraag moet ik even goed knippen. Als je een YouTuber kiest, dan de vraag en heb je een backup? Dus als ik YouTuber wil worden, wat natuurlijk sowieso mijn doel is, wat mij heel erg leuk lijkt om te doen. Een backup, dus als backup, wat zou je dan anders worden, zeg maar, als YouTuber niet lukt? Op nummer 1 staat natuurlijk YouTuber. Ik vind het natuurlijk, ja, het is natuurlijk best moeilijk om echt gewoon je baan ervan te maken. Op dit moment is het mijn bijbaantje voor een 15-jarige, dus super bedankt daarvoor, dat is echt sick. Maar echt een baan voor later als YouTuber niet lukt. Dan zou ik denk ik wel in de filmindustrie werken. Of in de animatie reclame bureau wereld zitten denk ik. Dus wel gewoon met designen, filmen, editen, dat soort shit zou ik dan wel zitten. Dat weet ik wel zeker. Mij lijkt regisseur best wel hard om gewoon een film te maken. Dat lijkt me echt heel sick. Maar ook gewoon bijvoorbeeld te kunnen animeren. Bijvoorbeeld bij Disney, weet je wat, dat je dat kan. Dat lijkt me sick om dan een film te maken, zoiets. Ik weet niet hoe het allemaal heet. Ja, natuurlijk regisseur, maar een animateur of zo, denk ik, zoiets. In ieder geval gewoon een gekke film maken in animatie. Dat zou sick zijn. Dus sowieso met filmen, want daar ligt mijn hart echt bij. Ik vind het echt interessant. En ja, dus ik denk dat dat mijn backup zou zijn. Ik ga natuurlijk eerst mijn diploma halen voor de middelbare. Dan ga ik nog een mbo-diploma proberen te halen. En daarna gaan we wel zien hoe YouTube verder gaat. I know, stel dat het gewoon zo erg goed uitpakt dat ik gewoon echt mijn brood ermee kan verdienen. Ja, I don't know. Daar heb ik in ieder geval een mbo-diploma in de bag. Nou, we zijn bij de laatste vraag aangekomen. De laatste vraag is van Azure. Ik moest natuurlijk wel even een Femke Louise, vraag erin doen. Omdat zij natuurlijk een nieuwe nummer heeft uitgebracht. En als je vraagt, wat vind je van het liedje van Femke Louise? Die natuurlijk op nummer 1 staat met trending. Die alweer fucking 4 miljoen views nu heeft aangetikt. Vorig, of een paar dagen geleden was het alweer 2 miljoen. En nu alweer 4. Dus ik vind het liedje niet slecht. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ik vind het liedje natuurlijk niet slecht. Maar de autotune, daar hebben natuurlijk veel mensen de haat op, zou ik maar zeggen. Ja, voor mijn gevoel, weet je, ik trek me daar niet zoveel aan van de autotune. Natuurlijk, ja, het is niet haar echte stem, dat is gewoon, maar ja, hoeveel mensen wel niet autotune gebruiken. Autotune is gewoon, weet je, om je stem wat chiller in de beat, in de nummer te brengen. Weet je? Want als je mijn stem krijgt en je gaat dat onder een nummer zetten met een sikke beat en je zet mijn stem, ja, dan wil natuurlijk ook niemand luisteren. Op zich slim. Alleen ja, ik snap dat mensen het te veel vinden, weet je. Mensen houden natuurlijk wel gewoon, ze willen het echte iemand zien die het zingt. Maar ja, ik vind het op zich geen slecht nummer. Ik vind het wel geinig en ja, de dislikes zijn wel meer dan de likes. Maar ja, ik heb geen haat. Ze is veel verbeterd. Want vroeger vond ik haar niks en dat zeg ik eerlijk. Ik ben nooit zo'n guy die alles dislike. Maar Snapkings kanaal, dat heb ik wel een paar dislikejes uitgedeeld. Puur omdat ik gewoon niet mee eens was hoe die YouTube doet. YouTube is niet voor het geld. Natuurlijk, veel mensen doen het voor het geld. No shit, want anders kunnen ze het niet voorzetten. Dat snap ik ook. Alleen ja, Snapking deed een beetje te veel clickbait. Sindsdien was het woord clickbait ook volgens mij ontstaan. In Nederland dan. Dus ja, nou ja. Ik heb op zich geen haat aan Femke Louise. Hoe ze nu gewoon aan het verbeteren is. Geen fake shit meer en al die onzin doet. Maar gewoon in de muziek gaat en gewoon ja, niet meer fake shit doet. Dan vind ik het wel prima. En ja, ik vind het nummer niet slecht. Maar ik vind het ook niet het beste nummer wat ik heb gehoord. Maar jongens, dit was natuurlijk de Q&A. Hopelijk vonden jullie deze Q&A leuk. Ik heb natuurlijk weer wat nieuwe vraagjes beantwoord van jullie. En ja, ik vind het vraagjes. Ik vind natuurlijk de Q&A super leuk om te doen. Dus ik ga het ook zeker vaker doen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze Q&A. Vergeet niet duimpje omhoog te abonneren hier beneden op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later.